Nou, jij mag beginnen. Nou, het ging prima. We hebben twee races weer gedaan. Het comité deed iets beter best vandaag, dus dat was fijn. En nee, we hebben lekker gevaren. Dorian, voor jou, hoe is het voor jou om te varen op het Olympisch water van 2020? Ja, dit is een mooi stukje water. Het is nat, maar ja, we hebben wat lastige wind gehad de afgelopen twee dagen. Maar de trainingsperiodes die we hier hebben doorgebracht waren geweldig. Met mooie omstandigheden en de zon scheen heel vaak, dus dan ben ik al snel blij. Hoe staat het met jou met het gevoel? Ah, het gevoel zit goed. Het is altijd een lekker gevoel. Als je op het water staat, zo vrij als een vogel natuurlijk. Hey, en dan met Kieran hier samen varen en de rest van de talentploeg, die is hier ook. Hoe is dat voor jullie? Jullie zijn met een hele grote groep. Ja, het is super. Je ziet dat die gasten hebben superveel potentie en ze doen het allemaal goed. Dus dat geeft ons ook weer motivatie om door te gaan. Vaart dat anders dan voor u als er zo'n grote groep Nederlanders achter je zit? Nee, dat niet. Je bent gewoon lekker bezig met je eigen race aan het varen en je wil zelf zo goed mogelijk resultaat neerzetten. Maar ja, het is wel grappig om te zien dat ze hebben allemaal hun goede momentjes. Top. Wat is voor jullie je doelstelling hier in Tokio, Enoshima? Nou, ik probeer gewoon een beetje de baan rond te komen. En als ze uiteindelijk de top 10 halen, ben ik al wel blij. Maar we gaan natuurlijk gewoon proberen zwaar ons best te doen. En hopelijk komen we ergens voorin terecht. Maar ja, ik weet niet wat Kier wil. Nou, precies hetzelfde. Gewoon lekker goed varen en hopelijk zonder foutjes. En nou, dan komt het resultaat, dat komt dan vanzelf weer goed. En hopelijk is dat ergens vooraan.